Zaterdag 11 juni stond in het teken van Bokstel en route. Het doel van deze dag was: laat elkaar zien wat de krachten van de verschillende kernen en wijken zijn in Bokstel, Liende en Lennesheuvel. In Bokstel Centrum, Bokstel Oost, Bokstel Munsel, Seelissen en in Goede Aarde was natuurlijk van alles te beleven deze dag en Omroep Dommeland was daarbij. Goedemorgen allemaal. Bokstel en route, een dag die georganiseerd is door heel veel enthousiaste mensen. Niet vanuit het gemeentehuis, niet door het gemeentehuis, maar door de Bokstelse samenleving zelf. En Bokstel en route houdt in dat er eigenlijk in heel veel wijken in Bokstel vandaag activiteiten zijn. Dus als u denkt van nou, het is dan mooi droog weer en ik heb vandaag mijn agenda toch nog niet gevuld. Ik zeg, ga op pad, Lennesheuvel, die natuurlijk overal terecht. Er is overal iets te doen. Goed, en dan gaan we beginnen met Turne Tabitha. Kampioen KNGU Regio Brabant Oost, brug, instap N1, Mara van de Heide. En ook van Tabitha, kampioen KNGU Regio Brabant Oost, sprong, pupil 1 en 1, Marilène Liem. Met de trainer Ingrid de Kort. Proficiat met deze beker en jij hele proficiat met deze beker. En wat is jouw, waar wil je ooit, wat wil je ooit worden? Nederlands kampioen of wil je eigenlijk nog veel meer proberen te worden? Wereldkampioen. Nou, dat is nog eens een ambitie, ik denk dat kunnen we zelf niet leven. Nou jongens, proficiat, jullie zijn de eerste team wat hier staat. Hoe komt het dat jullie kampioen zijn geworden? Hoe heb je dat gedaan? En waarom we heel vaak gewonnen hebben van heel veel teams. Marco Limo en Abdullahi Ahmed Nuur. Vertel maar eens, kampioen geworden, lag het alleen maar aan de keeper? Ja. Voor een groot deel. Kijk, dit is Reetje Malef. Bokstel en route. Wat betekent dat voor de sportraad? Nou, voor de sportraad is het voor de kampioenen te huldigen. Op de markt is dat vandaag. Vanmorgen om 9:30 de aftrap begonnen. En vanmiddag om 16:00 beginnen de kinderen van 10 jaar en ouder. Worden ook weer de mensen gehuldigd. Dit is natuurlijk een verandering ten opzichte van vorig jaar. Hoe is dat voor jullie? Het is inderdaad een verandering. Zeker omdat we toch zoveel mogelijk evenementen op één dag willen gaan organiseren. Op zich is het een leuke actie geweest van de gemeente uit. Want die hebben daar zeg maar de eerste touw mee aangegeven van nou gaan we daar naartoe. We hebben gelukkig het weer mee vandaag. Dus ik hoop vanmiddag om 16:00, want die krijgen we nog, dat er ook de zon gaat schijnen voor iedereen. Allereerst hartelijk welkom aan ieder hier aanwezig. Het is sowieso al meteen een bijzondere dag, want het komt vrij weinig voor dat we de eer hebben dat zowel de burgemeester als de portefeuillehouder wethouder aanwezig zijn bij een opening. VVV Noordoost-Brabant, 15 gemeenten. Afgelopen jaar natuurlijk heel veel commotie rondom het bossen. Wij zijn duidelijk een hele mooie koersverandering aan het doorvoeren. En die koersverandering is geen oude wijn in nieuwe zakken. In zoverre, in het verleden waren wij altijd voor gastheerschap en voor marketing en promotie. Daarin is niet veel veranderd. Alleen de manier hoe we dat met elkaar uitstralen en neerzetten in de markt, die is wel degelijk veranderd. Saskia is de nieuwe projectcoördinator voor de VVV gebeuren in Bokstel, in Sint-Ulrode en in Oosterwijk. Dus die zullen ongetwijfeld nog heel veel meer hier zien. Met z'n allen hebben ze
En dat hadden we vandaag niet kunnen doen als al die vrijwilligers die bij VVV betrokken zijn, daar niet aan meegewerkt hadden. Maar in naam van jou en in naam van Bokstel mag ik iets anders doen. Ik weet, Jas, dat jij bekend bent om de grote keien die hier de grond in slaat en de keien die ook zo regelmatig verdedigt hier in Bokstel. Maar ik heb vandaag iets bijzonders. Ik heb iets bijzonders voor de vrijwilligers hier. En dat is eigenlijk een onderscheiding. En die onderscheiding is voor jullie allemaal die hier meewerken. En dat is de kei van een bokstelaar. Hier om de beweegtuin te openen die gerealiseerd is door onder andere de stuwende kracht van Dini Stolvoort. Haar initiatief en enthousiasme is machtig en machtig mooi. Dini, bedankt. Ik hou een heel kort praatje, want er is al genoeg gezegd. Ik hoef niks aan te vullen. Hebben wij een blinde vlek voor het belang van bewegen door ouderen? Ja. We lijden allemaal aan het moeder, blijft u maar zitten syndroom. Als een ouder u een hand geeft en die wil opstaan, zegt u, blijft u maar zitten. En dat is een van de problemen. Het zit ingepakt in onze cultuur dat ouderen niets meer hoeven te doen. Ik roep iedereen op om dit te doorbreken. Langdurig zitten bij ouderen is een wezenlijke risicofactor op vroegtijdig sterfte. Wat let u als familie en vrienden van ouderen om in plaats van alleen maar te zitten en te kletsen, gezamenlijk te gaan wandelen of fietsen? Neem ze mee naar deze beweegtuin. Laat ze aansluiten bij een groep hier. Ze komen buiten, maken contact en ze bewegen. Oké, gaan jullie openen? Bij deze? Yes! We zijn hier op de evenwichtsbank. Oh ja. Nee, oké. Nee, dan het fijn is aan het bezoeken als je eigen rekt, is dat je lekker rechtop staat. Ja. Je schouders zijn gelijk op de positie waar je hakken erop zetten. Ja, ja, maar als je voet dan achter je vrouw, dat je het niet gebruikt. Ja, ja, maar daarom als je een keertje, kijk 1, 2 en dan kun je weer pauze nemen. Ja, op maandag en donderdag vanaf 10:30 hebben we hier onder begeleiding. Dan zijn er fysiotherapeuten, vrijwilligers die de zaak controleren en mensen instrueren. En als ze dan weten hoe ze het moeten, kunnen ze op andere data gewoon komen van oké, ik weet wat ik moet doen. En om de zoveel tijd komen wij even terug van, heb je die oefening gedacht, heb je die oefening gedacht? En dit was een heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld. Er stond hier net iemand te trainen en die deed heel goed de best. En ik zeg, doe nou ook eens je best als je iets vertelt. Toen was de coördinatie weg. En dat gebeurt op straat. Mensen lopen, dan gaat het goed, gaan kletsen en ze gaan struikelen en vallen. En dat is trainbaar. Okay. En dat is zo wezenlijk. Maar hoe komen mensen bij die groep trainers? Moeten ze dan inschrijven? Ja. Kost dat geld? Kost geen geld. Het wordt compleet door vrijwilligers gegaan. Nou, wat ik nog wil melden is, er hebben zich al mensen opgegeven. Maar er kunnen zich nog steeds meer mensen opgeven. Dat kunnen ze dan via de kinderboerderij. Daar liggen tenminste de gegevens. Maar de bedoeling is om 4 juli te starten. He, maandagochtend en donderdagochtend van 10:30 tot 11:30. Het beweegles is gratis. U bent bij de kinderboerderij op bezoek. U zult zeggen van nou, ik zie aan de kinderboerderij, die hebben een hoop zeg maar in de puberteit gestaan. Daar zie ik eigenlijk aan de buitenkant niks van. Ik zie aan de buitenkant geen verandering. Dat is ook precies de bedoeling. Want de verandering van onze boerderij zit binnen. In het gebouw en een beetje tussen onze oren. Gezegd, we hebben de verbouwing gedaan binnen de keuken. Met de ambitie om vanaf eind augustus, begin september, aan maximaal 15 mensen, 3 keer in de week,
op maandag, woensdag en vrijdag een ontmoeting te bieden. Dan zei ik dus, een ontmoeting in de keuken, ja, daar hoort een maaltijd bij. Maar de maaltijd wordt eigenlijk gebruikt om mensen bij elkaar te krijgen en gewoon eens bij elkaar te gaan zitten. En mensen die zeg maar de alleen zijn als een probleem zien, die zijn ontzettend gebaat bij elkaar zitten. Een tweetal weken geleden hebben we al 12 mensen die zeg maar in die met dat probleem rondlopen hebben we hier gehad. En je ziet dat de kinderboerderij als vanzelf die ontmoeting genereert. En de rest wat onze kinderboerderij te bieden heeft, van de imker tot aan het de paard. We hebben nieuwe varkens. Fons, zal ik ga eens kijken. Zijn nieuwe. De kinderboerderij heeft gewoon ontzettend veel te bieden. En dat is eigenlijk datgene wat de kinderboerderij bijzonder maakt. In Lennesheuvel kon men een demonstratie van de modelvliegtuigclub bijwonen. Er konden penalties geschoten worden bij LSV en bij de Jacobushof was een roofvogelshow. Boksel aan Roet, we staan hier bij Dux. Vertel mij eens, hoe is dat begonnen? Het is eigenlijk begonnen verleden jaar toen wij een open dag hadden in het verbouwde gemeentehuis. En toen waren er allerlei mensen die zeiden van wat zou het leuk zijn als... toen konden allerlei verenigingen zich presenteren. En wat zou het leuk zijn als jullie ook allemaal op bezoek bij ons komen. En dat was de gedachte. En toen hebben ambassadeurs van Bokstel, want die hebben allemaal mensen die ambassadeur zijn van onze nieuwe meewerkende gemeente. En die hebben dat opgepikt en die zijn met elkaar de wijken
ingegaan, hebben alle wijken erbij betrokken. En hebben op die manier gezorgd dat er een compleet programma is waarbij we iedereen in de wijken kunnen gaan bezoeken. Dus je hebt het heel druk vandaag als je alles en iedereen wil bezoeken, Boksel aan Roet. Goed, dan heb je een dag heel druk, maar jullie hebben het altijd druk. Dus wat dat betreft zal het niet anders. Nee, wij. Ik bedoel iedereen, hè? Iedereen in Boksel. Dat bedoel ik, ja. Ik vind het echt genieten om te zien waar iedereen mee bezig is. Ik heb net uitgebreid bij Tabitha gestaan, de beweegtuin, het apparaat, wat de Synergy, wat net onthuld is ook. Wat echt officieel gebruikt gaat worden voor het bewegen voor jong en oud. Dat is zo leuk om te zien waar iedereen mee bezig is. Dat is geweldig. Dat is een van de leuke dingen van het vak. Het is vandaag Boksel aan Roet. Vertel eens even hoe jullie dat ervaren, want jullie zijn al een uurtje bezig. Nou, het is wel leuk dat ook mensen die niet op rugby zitten, dat die ook kunnen ervaren wat rugby is en hoe het ook gaat. Ja, dat is inderdaad leuk. En hoe is dat verder voor jou? Ja, ik denk wel leuk. Maar ja, ik denk wel dat iedereen het gewoon leuk vindt. Of ze vinden het niet leuk. Maar ik denk wel dat er nu meer mensen op rugby komen. Vandaag Boksel aan Roet. Vertel eens even, wat hebben jullie in petto? Ja, wij als vereniging, net als andere verenigingen, zijn vandaag open om de mensen uit Boksel en de omgeving kennis te laten maken met onze vereniging en onze sport. Ja, ik moet zeggen, ik vind het een hartstikke leuk initiatief dat alle verenigingen open zijn vandaag, nagenoeg alle verenigingen, om te kunnen laten zien wat je allemaal zou kunnen doen binnen onze gemeente, waaronder tafeltennissen. Wat vind je van die verandering? Ja, ik vind het echt een leuke verandering, Hans, want alles is nu op deze zaterdag open. Ochtends is de huldiging van de jeugd en vanmiddag ook. Het teken staat echt van de verenigingen en de sportverenigingen vandaag. En ja, ik vind dat een leuke ontwikkeling. Boksel aan Roet, wat betekent dat voor jullie? Nou, dat betekent voor ons natuurlijk dat wij een stuk reclame mee pikken. Hè? We hebben altijd heel veel reclame, vooral van de mensen die hier komen. Dat wordt allemaal weer doorverteld en aan elkaar en zo. Maar dat vind ik wel een leuk initiatief, ja, Boksel aan Roet. Vind je het een verbetering of hoe zie jij dat? Nou, ik zie er wel als een verbetering, ja. Veel mensen klagen altijd van er is in Boksel niks te doen. En nou is het gewoon lekker een hele dag overal een activiteit te bekijken en aan deel te nemen eventueel. Sportkampioenen worden bekendgemaakt, vanavond voor de volwassenen. Nou, ik vind wel, ja, ik kan het wel appreciëren, zeg maar. Nou, de mensen die komen, die geven we informatie over het rondje Boksel. In ieder geval. En we leggen uit hoe daar ze moeten varen. En ja, dan krijg je een kopje koffie aangeboden. En er wordt, ja, al wat nodig is voor zo'n tocht goed te laten verlopen, krijgen ze de informatie over. Boksel aan Roet, vertel, wat doen jullie daar precies aan? Wij hebben
vrij spontaan gereageerd op het verzoek van de gemeente of we er iets voor voelden. Het is altijd leuk om, om je als vereniging te kunnen profileren in Boksel. Want de verenigingen zoals tennis, maar ook andere sporten hoor ik het wel van, die lopen toch wel terug qua aandacht. En een goed ledenbestand is natuurlijk de basis waar elke vereniging op drijft. Dus we hebben spontaan gereageerd en ja gezegd. En wij hebben de poorten opengesteld tussen 1 en 2 voor iedere belangstellende. En die kunnen hier kijken wat tennis inhoudt. We hebben een ballenkanon waar ze mee tegen kunnen tennissen. En we hebben een snelheidsmeter voor degene die willen kijken of ze in de buurt komen van de profs van Wimbledon en Roland Garros. Boven de 200 kilometer, hè? Boven de 200. Ik zag net een ambtenaar van de gemeente, die haalde 170. Dus veel tijd om te oefenen, denk ik, hè? Dat zal het zijn. Wat vind je van het initiatief? Leuk, ja. Een leuk initiatief. Ik volg de politiek een beetje. Dus ik heb de transformatie van nieuwjaarsreceptie naar die eerste dag op de markt tot deze dag heb ik gevolgd. En ik vind het een hele mooie ontwikkeling. Dat doet hij goed, die man uit Herpt hier in ons Boksel. Ja, dat doet hij erg goed, ja. Denk je dat dit doorgaat verder nog over de komende jaren heen? Ja, wat mij betreft, het is een mooie eerste proef. Hè. De belangstelling is niet overmatig, moet ik zeggen. Maar ja, dat is ook, het is even wennen. Misschien, ik zag het programma en denk, het is wel heel veel. Als ik niet hier was geweest om gasten te ontvangen, hè, waaronder twee wethouders, wat heel mooi is dat die belangstelling ook tonen, dan weet ik niet of ik het hele programma af had kunnen lopen. Dus, maar ja, het is natuurlijk wel veel keus, dus dat is de andere kant van de medaille. Jullie hebben hier het een en ander bij de Geitenwei georganiseerd. Boksel aan Roet. Wat is dat, betekent dat voor jullie? Dat is een, wat ik begrepen heb, een van de gemeente initiatief om de bekendheid aan sport en de activiteiten die er rondom in Boksel zijn bekendheid te geven. Ja. De Geitenwei doet ook mee. Is geen sport, maar wat doen zij eigenlijk allemaal precies? Ja, we organiseren nou een rommelmarkt voor deze dag en muziek. En iedereen kan hier komen, drankje nuttigen, van alles, komen kijken. En we hebben ook rondom heel het jaar door voor de kinderen van allerlei verschillende activiteiten. Dan moet je denken aan de spooktocht, lampionoptocht, opa en oma dag, morgen. We hebben hier van allerlei dingen voor de kinderen hier. Zijn jullie nou vooral gericht op Celissen? Ja, maar alle kinderen uit Boksel die kunnen hier komen spelen en met de geiten en met alle dieren hier. Maar ook de activiteiten die er gaan worden, dit voor heel Boksel en omstreken. Iedereen kan hier komen. In Liemde werd er aandacht geschonken aan de kracht van eigen initiatieven en samenwerking. Op den Tip wordt momenteel hard gewerkt aan de aanleg van de zogenaamde infiltratiekelder, een ondergrondse bergingskelder voor rioolwater. Daarna start Spil met de herinrichting van het bovengrondse gedeelte. Zo komen er fiets- en autoparkeerplaatsen, een oplaadpunt voor elektrische auto's, een bloemenplukhoek met insectenhotel, een houten veldpoort en speelvoorzieningen. De werkzaamheden hier allemaal afgerond zijn, zoals Jan straks beloofde, dan is er een, wordt er de bovenlaag van de Tip ingericht. En de plannen zoals die door Maya Grijber zijn opgesteld, die worden dan gerealiseerd. De tekening van de plannen zoals het er in de toekomst uit gaat zien, die zijn in de rechter bouwketen, in de rode bouwketen te zien. Daar is eigenlijk een toelichting op al hetgeen de bovengronds gaat gebeuren. In de linkerkeet is het ondergrondse gebeuren te zien en wordt daartoe belicht.
Dus heb je nog interesse, belangstelling om daar wat meer informatie over te weten? Die beide keten zijn daarvoor toegankelijk en er staan de mensen die er jullie alles over kunnen vertellen. Verder hebben we dan vanmiddag ook nog een programma voor de kinderen hier in Sprinkers onder andere. Maar we hebben ook nog een wandelroute en een fietsroute. En die wandelroute die wordt verzorgd door gidsen van Kijk en Liend. En een fietsroute, ik dacht de wandelroute iets van 3 kwartier was, Arnold ongeveer. Hè? En een fietsroute van ongeveer 1,5 uur. Het vertrekpunt van beide is hier, vanaf de tip. En de eindplaats van zowel de wandelroute als de fietsroute is de Liendse boerderij. De Liendse Hert, de infoboerderij bij het Concordiapark. Hier komt een pluktuin. Een insectenhotel, dus ook boven de grond wordt er aandacht aan besteed. Samenleven in Bokstel. Ja, daar hoef ik eigenlijk al natuurlijk hier in Liende niet over te praten. Want als er iets goed georganiseerd is, is het samenleven in Liende. Als je kijkt hoe dat die gemeenschap zich zoiets omarmd heeft, dat is ook hetgene wat wij in Bokstel willen. Niet vanuit het gemeentehuis plannen bedenken, maar leg het in de gemeenschap. En vertrouwen op die gemeenschap dat die zaken zelf beter op kunnen pakken dan wij het kunnen doen. Nou, Spil is hiermee aan de slag gegaan. Het dorpsberaad heeft natuurlijk een hele belangrijke rol in alle zaken die hier de leefbaarheid ten goede komen. Nou, daar zit het wel ook in deze planvorming hartstikke goed mee. Volgens mij hoef ik er weinig aan toe te voegen, want volgens mij zat iedereen op het moment te wachten. Ja, ik, nee, ik wil iedereen bedanken. Ik wil met name ook nog even naar voren halen, Bert. Kom eens even hier, want de Bokseldag, zoals we vorig jaar gehouden hebben, die was al geweldig prettig. En dit jaar dacht ik van, wat zou het mooi zijn als mensen die dag zelf organiseren. Hè? Het moet een dag van hun zijn, niet een dag van de gemeente. Het gaat ook helemaal niet over de gemeente, het gaat over de gemeenschap. Dat is wat we iedere keer uit willen stralen, is dat meewerkend Boksel en geen gemeente Boksel. Dus we zijn het allemaal en daar hoort Liende zeker ook bij. We hebben zeker ook een meewerkende burgemeester. Want als zoon van een loonwerker bediende Mark Buijs als een professional de machine en schepte hiermee het eerste zand weg voor de bouwput. Iedereen, ook namens de Bokstelse Sportraad. De markt stroomt weer vol. Heeft te maken met sport en daar blijkt ook wel dat Bokstel nog altijd een sportminded gemeente is. Vandaag hebben we 4 grote kampioenen. 3 Nederlands kampioenen en 1 wereldkampioen. En daar willen we graag mee beginnen. We beginnen bij kampioen. Nederlands kampioen, meerkamp, jeugd en 1, Chadé van Oorschot van Tabita. Open Nederlands kampioen, Royal Dutch, bij de jeugd A, jongens, Dinant Verhoeven. Eveneens open Nederlands kampioen, Royal Dutch, taekwondo sparren, junior heren B, Brian Marien.
wereldkampioen motocross, grote wielen 65cc, Kai Karsenmakers. Zijn voorbeeld, en wat heeft vandaag zeker heel veel kilometers achter de rug en heel veel het voorbeeld mogen geven, mag ik jullie applaus voor onze burgemeester. Ik kan beter een applaus aan jullie geven. Het is vandaag een geweldige dag geweest. Niet alleen jullie allemaal, sportkampioenen. Geweldig dat jullie dit allemaal gedaan hebben, dat jullie boksel op de kaart zetten, ook sportief. En we zijn in alle kernen geweest en in alle wijken. Ik heb niet alles kunnen bezoeken. Sorry daarvoor, dat ging gewoon niet. Zoveel was er te doen. Maar ik ben wel heel erg trots. Ik wil een aantal mensen naar voren halen om dat ook nog eventjes te laten zien in een klein presentje. En iedereen van mij uit en namens het college, heel erg bedankt voor het organiseren van deze dag. Bedankt. Dames en heren, mag ik een applaus voor onze burgemeester Mark Buijs. Ik wil graag aankondigen Zoe. Zoe is 14 jaar oud.